Jullie hebben onlangs EP uitgebracht. Klopt. Vertel daar ten eerste eens wat over. Ja, het zijn drie tracks. Eigenlijk variërend van een kleine 5 jaar oud tot van het laatste jaar. En ja, we hebben samengewerkt met verschillende gasten, met Grasshopper, ken je waarschijnlijk wel. Met DJ Iron, iets minder bekend, maar erg dope DJ en producer uit België ook. En de titelsong Lifelong Unconditional Love, of Lul, is gemaakt door Optimus. Dus ja, het gaat een beetje over onze liefde voor muziek eigenlijk. Geeks be running they beaks like they really come from the streets. I be loving to make fun of they peeps. You can hang by the neck and get swung to the beat. Only time I dance to your record is when it's under my feet. Het is op het label 529 Records uitgekomen. En ja, die zijn ook echt bezig om te kijken van of het ergens kunnen online kunnen verkopen bij ja, bijvoorbeeld hiphopvinyl.de zou natuurlijk heel mooi zijn, aangezien die heel veel. Iedereen bestelt er tegenwoordig zijn vinyl, omdat ze gewoon goedkoop zijn en ze hebben alles. Dus ja, daar hopen we een beetje op, maar dat is natuurlijk afwachten. I'm still sick of wondering what's the matter with bitches. I rock hard, don't ever believe anybody telling you different. Je zijn in principe onder de naam vanaf 95 bezig. Dan is de groep van samenstelling nog meerdere keren veranderd. Ja, zeker. Hoe zit dat precies? Want ja, er hebben verschillende gasten bij gezeten eigenlijk. Ook wel gasten die je misschien wel kent. Zoals KD uit Vlissingen. Is oud-member van Ill Productions. Mr. Morbid, die is hier ook nog geweest kort geleden. Skills 1 ken je wellicht ook. Dat zijn allemaal gasten die ook tot de formatie... Jordi Sohier, die vooral de beats maakt. Iedere zondag langs gingen, beats te maken. Rave en Jordi in ieder geval. Zo is het eigenlijk begonnen, zeg maar. Ik begon, ik was 15 en ik veranderde mijn naam in Ill Procedure van Night X. Dat was een naam die leuk klonk en nergens op sloeg. En ja, op een gegeven moment ging ik beats maken samen met Jordi inderdaad, een maat van me. En toen was Ill Productions eigenlijk geboren, meer als naam waaronder we beats maakten. En dat is later eigenlijk een beetje geëvolueerd tot een heuse groep. Fuck fashion and shit in raggy pants, I be spitting, I still get head from your missus and never fast to admit it, invest in this business with illness. Hoe verklaar je het feit dat er in Zeeland zoveel groepen bezig zijn? Hoe dat komt, ja, ik weet niet precies hoe dat komt, maar ik denk wel dat, tenminste heb ik het zelf ervaren, als je in Zeeland woont, is er op zich niet zo heel veel te doen. En je kijkt best wel veel naar wat er in andere provincies gebeurt en dat is... Ja, daar probeer je een beetje aan op te trekken of zo op een of andere manier. En het leeft al lang, hè, in Zeeland. Dus, ja, zeker. Vroeger had je KLC. En ja, die heeft eigenlijk ook ja, die heeft wel zijn sporen nagelaten, waarvan ik er misschien wel één ben. Het was, ja, het waren gasten, KLC, Lord T, MDM. MDM, gasten waar we, ja. Jolly, ja. Waar we toch wel tegenop keken vroeger. Ja, ja, wij zijn, ja, die gasten zijn volgens mij ook nog wel bezig, maar dat, ja, zo is het in ieder geval begonnen, weet je, en de laatste jaren zijn er inderdaad wel, ja, toch wel een hoop bijgekomen, inderdaad. Smack your grill and sit still, know if you wonder can you chill. Sense a Miller and hashish by the kilograms, hearing you rap is like a mill ass, I ain't feeling it, man. Nou, jullie zijn in 95 begonnen, 2002 volgens mij pas de eerste release, of niet? Wel de eerste serieuze release, ja. Inderdaad. Ja. Zit 7 jaar tussen? Ja, komt dat? Ja, wat uit te leggen. Oké, camera uit. Ah, ja, 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 we hadden het er al over. Hè. Formatie vaak gewisseld. En ja, toch ook wel een geldkwestie in eerste instantie. Je hebt de spullen nodig. We hebben altijd toch wel een grote drang gehad om alles. Ja, om alles zelf te doen, om geen concessies te doen aan wat een ander misschien wel of niet wil. En ons niet te laten beperken. En dat heeft ons eigenlijk ook weer wel beperkt. Ja. Maar we hebben wel gewoon altijd veel tracks gemaakt waarmee konden, die we live konden doen. We hebben wel veel opgetreden in die tijden ook. Gewoon. Ja. Alleen, en ook wel nummers opgenomen die helaas nooit uit zijn gekomen.
Maar ja, nou ja, goed, voor ons maakt die plaat het ook wel weer een beetje goed, omdat, of tenminste, ja, voor mij als DJ is het gewoon heel fijn om vinyl van jezelf in handen te hebben. Voor Jaap is het eigenlijk niet anders, omdat hij ook uit de tijd stamt van dat vinyl erg belangrijk was. Ja, het is een jongensdroom eigenlijk, hè. Maar de feit dat het een jongensdroom is, is het ook de voornaamste reden om het uit te brengen op vinyl. Want ja, als je gewoon hier eerlijk bent, de vinyl verkopen loopt natuurlijk gigantisch terug. Ja. Jullie rappen dan ook nog eens Engelstalig. Wat vroeger natuurlijk echt een absolute pre was. En op dit moment is natuurlijk de Nederlandstalige raps natuurlijk, want natuurlijk de boventoon voert. Dus ja. Ja, was dat geen handicap? Ja, enerzijds wel. Anderzijds beperk je ook weer niet tot Nederland natuurlijk. Hè. En als er een paar van die platen over de wereld gaan, het is toch voornamelijk op parties dat die, en ja, op radioprogramma's dat platen nog gedraaid worden. Ja, deels voor onszelf, maar ook ja, om het gedeelte van de hip-hop scene aan te doen wat wij, ja, waar wij ons bevinden, zeg maar. Living lots of crews, not amused when they reveal to the massacre. Like the cocks on Jews, man, you ain't an MC, you're a prostitute. So when I give you the red light, you're my bitch. Now shut up and shine my shoes. Telling you zip it, I ain't offering you a drink. All I'm saying is that it wouldn't be your wrong thing for you to think before you speak. Not my fault that you're full of shit. When you open your mouth, it happens to woefully that is. Op het moment dat Optimus erbij kwam, had je vanaf dat moment echt zoiets van: oké, dit is, ja, de samenstelling waarmee we nu echt serieus verder kunnen, of? Ja, ik had het eigenlijk nooit zo van dichtbij gezien. Ik schetste zelf ook wel met mijn pick-upje thuis. Maar ik zag hem ineens allemaal aan veden strekken. En toen snapte ik het ineens. En ja, dat werkte wel vanaf het begin. Want ja, we zijn ook goede maten geworden. En we hebben altijd de juiste feedback ook naar elkaar toe gehad. We zijn denk ik ook een van de weinige. Ja, ik kan het misschien moeilijk over oordelen, maar we bemoeien ons ook met elkaar, zeg maar. Als hij een scherts opneemt waarvan ik denk van dat kan beter, ja, dan bemoei ik me daarmee lijfelijk en andersom ook. Kijk, met lyrics is het ook vaak genoeg gebeurd dat hij zegt van, ja, kan je het niet beter zo en zo doen? Ja, en als het doper is, is het doper. Weet je. En wat dat betreft hebben we elkaar altijd wel aangevuld en aangevoeld, zeg maar. Ja. Ik vind ook een beetje dezelfde dingen belangrijk om een track tot een goede track te maken. Heb je in principe een beat nodig die al goed moet klinken, lyrics, maar ja, sketches horen daar voor ons ook echt bij. This kid told me I spoiled the show he was doing. But if that was a show, I don't think I have much left to ruin. Cause most of these MCs ain't even worth booing. And beat creators don't even know what the fuck they producing until they press play. So Maze, why don't we throw them something to show them it can't get hotter than they mom's toast in ovens. These fake thugs up in clubs, fuck them, they only front and I'll give them beef. So they won't have to start it over nothing. Waar ligt de prioriteit van Eel Production? Want ik bedoel, jullie zijn afzonderlijk ook met een heleboel solo projecten bezig. Ja, in ieder geval wel andere projecten inderdaad. Je bent met lijn 104 bezig volgens mij. Optimus, ja. Cruise and Twosome en Big Band. Ja. Ja, en ik ben ook nog aan een solo albumpje bezig. Het Nederlandstalig dan. En ja, de prioriteit ligt zeker op dit moment wel bij Eel Productions. Dat is toch waar het begint en waar het waarschijnlijk ook eindigt, zeg maar. Ja, en ja, alles wat je. Ja, je wil ook wel eens wat anders doen natuurlijk. Het is ook niet per se zo dat je de tijd die je bijvoorbeeld in Eel Productions zou kunnen steken, dat je die dan in andere tijd, in andere dingen steekt. Het is ook gewoon, ja, ook de tijd dat je eventjes niks doet met Eel Productions. Ja, je blijft toch bezig. Je wil creatief blijven op verschillende manieren ook ontwikkelen inderdaad. Ja, ik ben dan sinds, wat zal het zijn, vier jaar of zo, vijf jaar, ook dan Nederlandstalig gaan spitten. Dat is ook wel een klein beetje een eigen leventje gaan leiden. Aap tenminste een connectie met België. Ja, waar we ook met z'n tweeën natuurlijk van profiteren. Als je kijkt naar de 12 Inch ook natuurlijk. Twee Belgische producties. Ja, we ontmoeten verschillende gasten en soms is de klik er. En dan kan je samenwerken en je de ene keer. Pak dat goed uit en ga je misschien verder, maak je een album.
andere keer is het leuk voor een keertje misschien, dat gebeurt ook. I'm hot-headed and cold-hearted. Fucking with this, get your cock shredded and balls parted. Leaving the floor with the whole spot red and the walls dotted. On top, and I'm not intending to fall from it. Rock hands with a raw product. Doing shit people told me I'm not allowed to. I tell them I've been smoking weed and forgot the house rules. A peace out, dude. I just don't give a fuck about you. All of my life's been bullshit. That's why I can't stand being around you. Watch your step, I might just snap. Right in front of your moms and dads that clutch your neck. While I'm cutting you wide open, I'm hoping for seeing some lungs, fuck hearing you scream, I wanna see where the screaming was from. Geef eens een korte update qua solo projecten in het kort. Lijn 104 bijvoorbeeld, ja, hoe staat het daarmee? Ja, lijn 104 is een project dat echt fucking lang op zich laat wachten. En ja, hoe staat het ervoor? Morgen gaan we tapen. In principe is het album klaar, alleen alles moet nog getaped worden. Dat geldt eigenlijk voor alles. We zijn wel een paar takes getaped natuurlijk. Ja. Ja, precies. Ja, en, ja, met heel production zijn we al een stuk verder wel. Ja, we hebben natuurlijk 5 jaar niks gedaan. 5 jaar terug hebben we een demo-cd'tje gedropt. Wat eigenlijk ja, kwalitatief gewoon werk was, maar waar we aan de andere kant ook nog steeds. Dan heb ik het over geluidskwaliteit. De eerste gaan andere weer uit. Alles was kut. ja, vreemd genoeg, ja. Wie zijn wij om erover te oordelen? Er zijn toch lui die het nog steeds checken en we krijgen er nog steeds props voor. En mensen zien het ook echt als iets wat echt van ons uit is gekomen. Dus als je het zo stelt, is er 5 jaar niks uitgekomen. En dan is het ook logisch natuurlijk dat er meerdere dingen misschien wel in 1 jaar uitkomen. Dus, ja. Society's a victim of me, rhymes you ridiculously. 5 minutes for any MC, I'll fry him with 1,000,000 degrees. Too near me not to hear me, why wouldn't you listen to me? Trying me, get your family crying at the burial speech. Door weinig mensen kennen ons hier, laat staan in Duitsland of waar dan, de rest van Europa. Maar het, ja, dat is wel ons doel. Ik bedoel, we maken Engelstalige hiphop en dat is inderdaad, kan een nadeel zijn. Aangezien Nederlandstalige hiphop heel erg populair is, maar ja, we hopen dat het in de rest van Europa een beetje... Het is sowieso, mensen hier in Nederland, ergens anders kan ik moeilijk over oordelen, maar je merkt dat er wel een beetje een mentaliteit is van, wat een boer niet kent, dat eet hij niet, zeg maar. Iedereen heeft zoiets van, ja, leuk, heel productions, maar wie zijn jullie? En dat nog niet eens eigenlijk, wordt er... Mensen lopen niet direct warm voor shit die ze niet kennen en dat is ook wel logisch aan de ene kant. Dus het is aan ons om all up in their face te zijn met die shit, zeg maar. The fuck you looking at? I'm stupid like Brooklyn Egg and move with some loonies that intrude with your crew, but yet I got news for you. Who's he cat? 21st century, my ass, your lyrical content's not worth the complexity. Got optimists since 98, standing back at me, scratching and cutting and driving it straight to abnormality. Fuck you up like Pepsi and Hennessy, get a battle me, kid. I take this mic, shove it right there where you'll never see it. Martial arts on the mic, we far from alike, you're more of the talking type. I'm proving you wrong in a fight without any importance of height. Holders a belt. Catch as much blows to the head as those totally fresh to the game. Remember them things you were talking about, you were missing it's right here in your face. Give you a taste of the shit I was raised with. Veel gebitcht natuurlijk over Engelstalige hiphop. Ja, je hebt een Nederlands accent. Ja, wat voor accent moet ik anders hebben? Ik kom uit Nederland. Ja, het valt er wel op, net als ik bijvoorbeeld in Rotterdam iets doe of zo. Dat ik op een vol Schouwburgplein sta te rocken en dat ik van 2 gasten props krijgen en die komen allebei uit de States. Verder van niemand. Ik wil geen conclusies trekken, maar het zijn toch merkwaardige dingen natuurlijk.